Het zat er de voorbije weken aan te komen. Er passeerden nog maar weinig vrachtwagens bij Philips Contig en de arbeiders waren soms 3 dagen per week economisch werkloos. Maar vanochtend werd de beslissing definitief. Het magazijn sluit de deuren en 37 jobs zullen daardoor verdwijnen. Eigenlijk is dit een resultaat van een oefening die gemaakt is om de distributiestructuur, de magazijn- en distributieactiviteiten van Philips Lighting te gaan optimaliseren in Europa. En daarbij is gebleken dat die logistieke activiteiten efficiënter kunnen worden georganiseerd indien die niet via Contig passeren. De andere werknemers van het wereldwijde hoofdkantoor van Philips Consumer Luminaires hoeven voorlopig niet te vrezen voor hun job. Wel, voor Contig zijn met de intentie die vandaag werd bekendgemaakt, zijn dat zeker de enige bestaande maatregelen die er zijn die een impact kunnen hebben op de werkgelegenheid in Contig. De andere werknemers betreuren de beslissing. Jammer dat ze zoiets niet kunnen vermijden. Ik bedoel, alles tegenwoordig gaan ze maar outsourcen en alleen dan hier zo'n schoon magazijn staan. Ja, dat gaan ze nu volledig wegdoen en ja, voilà. Hoewel ze het voelden aankomen, komt de klap hard aan bij de magazijniers. Ik verwacht dat er wel een deel ging verdwijnen, maar zo drastisch dat je ziet wat arbeiders die nog werken. Mensen die dag in dag wat nog alles geven en dan zo van de ene dag naar de andere dag gewoon op straat gezet worden, dat is ja... Ik kan het nog niet vatten. Het drinkt nog niet door, want we lachen en zwaan ze nog niet, maar ik denk straks, dan gaat het wel gebeuren, denk ik.